De jongerentak van SP Nijmegen wil de nachtbussen weer terugbrengen nu de coronaperiode ruim achter ons ligt. Maar volgens Breng gaat dat niet zomaar. We hebben elke dag nog wel wat diensten die uitvallen. Dat wordt wel steeds minder, dus er zit verbetering in. Maar daar ligt nu onze prioriteit. En verder in het nieuws vandaag, Radboud UMC presenteert onderzoeksresultaten naar transgenderzorg. En derde verdachte opgepakt voor dodelijke steekpartij in Lent. SP-jongeren Nijmegen wil de nachtbus terug. Voor corona reden er in het weekend nachtbussen naar onder andere Beuningen, Druten en Wijchen. Vooral jongeren die uitgingen in Nijmegen maakten daar gebruik van om terug naar huis te gaan. Nu de coronamaatregelen al lang zijn verdwenen, vindt de jongerenafdeling van de SP het tijd worden om die bussen opnieuw in te zetten en is daarom een petitie gestart. Maar volgens Connection, de overkoepelende organisatie van onder meer Breng, gaat dat niet zomaar. Waarom willen jullie zo graag de nachtbus terug? Nou ja, om het Gelderse uitgaansleven weer op zijn plek te krijgen eigenlijk, waar het hoort. Voor corona hebben we gezien dat die nachtbussen hartstikke veel werden gebruikt. Nou ja, door de pandemie lag het nachtleven stil, is helder. Maar ja, sinds de pandemie voorbij is, zijn de nachtbussen niet teruggekeerd. En daar hebben de jongeren van in Wijchen, Beuningen, Druten, Arnhem hebben daar last van. En dat vinden we hartstikke zonde. Wanneer denkt u dat de nachtbussen weer terugkomen? Is op dit ogenblik niets over te zeggen. We hebben ook nog wat chauffeurstekorten. We hebben elke dag nog wel wat diensten die uitvallen. Dat wordt wel steeds minder, dus er zit verbetering in. Maar daar ligt nu onze prioriteit. En die mensen zetten we liever in op de diensten overdag tijdens de werkdagen. En de nachtbussen laten we daarom nog even niet rijden. Ja, nee, dat is zeker waar. Je kan niet natuurlijk personeel uit de hoge hoed toveren, maar je kan er wel in investeren. En dat is ook een opdracht die mede Breng, maar ook de provincie heeft. En hoe dan investeren? Hoe zien jullie dat dan voor je? Zet meer in op de mankrachten verzamelen. Zorg ervoor dat de opleidingen inderdaad gewoon beter in elkaar zitten. Dat het aantrekkelijker wordt, dat het beroep van buschauffeur aantrekkelijker wordt. En op die manier hopen we ook dat meer werknemers in de sector komen. Ja. Eerder deelde het college van burgemeester en wethouders de mening dat de nachtbussen weer gaan rijden zodra het reizigersniveau van voor corona minstens 85% is. Op zijn vroegst is dat in 2024. Nou ja, ergens valt wel wat voor te zeggen vanuit de bestuurlijke kant. Van ja, we willen natuurlijk wel dat de bussen goed worden gebruikt. Want je wil niet een lege bus rond hebben rijden. Daar valt wat voor te zeggen. Alleen de nachtbussen, die zaten eigenlijk altijd vol voor corona. En die worden niet in deze som meegenomen. Dus er wordt bepaald over we moeten een x-aantal reizigers weer hebben. Maar de nachtbussen rijden nu helemaal niet. Dus hoe wil je daar oordeel over vellen terwijl ze helemaal niet rijden? En dat is ook hartstikke raar. Waar de norm precies komt te liggen, dat hangt ook af van wat ik net ook al aangaf, het personeelstekort. Hè. We zitten nu op 80%. Als het weer op 85% ligt, hebben we dan voldoende mensen om de nachtbussen weer te gaan rijden? Dat is echt afwachten. Dus het is op de ogenblik echt niet aan te geven of en wanneer de nachtbussen weer gaan rijden. Toch laten de jongeren van de Nijmeegse SP het er niet bij zitten en hopen op voldoende handtekeningen voor hun petitie. Aan wie ze de petitie uiteindelijk gaan overhandigen en welke acties er verder ondernomen worden om de nachtbussen weer te laten rijden, is nog onbekend. De transgenderzorg in Nederland staat onder grote druk. In 2022 was de gemiddelde wachtlijst voor een intakegesprek 2 jaar. Er staan rond de 7000 transgender personen op een wachtlijst. De Radboud Universiteit en Radboud UMC deden onderzoek naar de transgenderzorg in Nederland. En vanmiddag presenteerden ze hun resultaten. Laura van Beckhoven uit Apeldoorn behoort tot de Nederlandse top in het windsurfen. Ze is transgender en had tijdens haar transitie nog net niet te maken met lange wachtlijsten. Toch moest ze lang genoeg wachten om te weten hoe frustrerend dat is. Je weet dat het niet klopt. Hè? Je weet gewoon, ik ben anders en daar wil je hulp bij. En je moet eigenlijk gewoon wachten, steeds maar wachten op die hulp om eigenlijk jezelf te zijn. De Nijmeegse onderzoekers denken dat op een breed vlak de zorg voor transgenders beter kan. Breder dan alleen medisch handelen. Op die wachtlijst staan mensen die medische zorg vragen. En die medische zorg is ook nodig. Maar daarnaast hebben mensen ook veel andere vragen.
En die moeten op een andere plek, kunnen op een andere plek veel beter beantwoord worden. Een bredere ondersteuning zou de medische sector al kunnen ontlasten, wat de wachttijden zou kunnen bekorten. Meer kennis en begrip in de samenleving zou helpen, maar ja. Een van de belangrijke conclusies in het rapport is dat we zien dat de acceptatie van transgender personen en de integratie in de maatschappij eigenlijk nog helemaal, ja, nog echt aan in de kinderschoenen staat. Door het te normaliseren, door het bredere aanpak binnen de zorg, scholen en dat soort dingen, zal uiteindelijk ook de acceptatie veel makkelijker en veel sneller gaan. De politie heeft dinsdagochtend een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Nijmegen 2 maanden geleden. Op de Lentse Warande stierf toen een 29-jarige man. De aangehouden verdachte is een man van 30 uit Wijchen. De politie hield al eerder een andere 30-jarige man uit Wijchen aan en een 23-jarige vrouw uit Nijmegen die beide nog vastzitten. De nieuw aangehouden verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij het fatale incident. Hij wordt verhoord. Als het aan de Gelderse partijen GroenLinks, PvdA en SP ligt, wordt er zo snel mogelijk gestopt met het storten van granuliet in natuurplassen. Die oproep doen de partijen nadat uit een rapport van het RIVM, in handen van Zembla, blijkt dat onvoldoende bekend is wat de gevolgen zijn van het storten van granuliet in plassen. Zembla maakte 3 jaar geleden uitzendingen over de granulietstort in het project Over de Maas in de gemeente Westmaas en Waal. De 3 linkse partijen willen nu een reactie van de provincie op het rapport en willen dat het Gelderse college gaat lobbyen om de stort van granuliet te stoppen. Down the Rabbit Hole heeft laten weten dat zanger Stromae deze zomer niet naar het festival in Beuningen zal komen. Oorspronkelijk zou de Belg de zaterdag van het festival afsluiten, maar wegens een verslechterde gezondheid heeft hij inmiddels zijn gehele tournee geannuleerd. Het festival richt zich nu op het zoeken naar een vervangende act, maar geeft aan dat dit een lastige klus zal zijn, gezien de grotere acts hun planning vaak al ver van tevoren vast hebben liggen. Ja, en tot slot nog een berichtje vanaf de sociale media. De Instagram-pagina Nijmegen voor Ukraine laat weten dat op zaterdag 20 mei de eerste Waishi Wanka Day in Nijmegen wordt georganiseerd. Dat betekent letterlijk geborduurde shirtendag. En op deze dag dragen Oekraïners dus massaal geborduurde kleding. Het wordt gevierd met een bijeenkomst op de Marienburg en vervolgens een documentaire vertoning over Oekraïnse tradities in ontmoetingscentrum Gezellig. Het was vandaag een grijze dag met maar weinig ruimte voor de zon. In eerste instantie leek het nog wel droog te blijven, maar eind van de middag trokken er toch een paar felle buien over. Morgen wordt eigenlijk een soort kopie van vandaag. Grotendeels droog, af en toe een felle bui en een graad of 17. De dagen erna wordt het weer wat beter. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar in grote lijnen zal het droog zijn. En ook de zon laat zich weer wat vaker zien. De temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Graag tot morgen!